Hoi allemaal, dit wordt gewoon even een korte video, want ik wil even wat meedelen waar ik super blij mee ben. Want ik ben op het Churchill aangekomen gisteren, 18 februari, in het avondjournaal, avondjeugdjournaal. En ik vind dat super leuk, en zeg maar, want ze gingen interviewen en je kon via Instagram vragen sturen via video. Omdat ik dat gedaan, ik heb het vaker gedaan. Ik heb het bij Femke Louise gedaan. Bij die Mees Keesmeester. Ja. En nu was Peter R. de Vriezer. En hij is zeg maar een. Iets met misdaad. Was kent bijna iedereen in Nederland dan wel. Dus ik hoop dat jullie dat gaan kijken en dat jullie dat dan ook leuk vinden wat mijn vraag was. Want mijn vraag ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Anders zien jullie dat journaal niet. En je kan ook gewoon nu op YouTube Jeugdjournaal intypen. Jeugdjournaal interview Peter R. de Vries. En waarschijnlijk vind je hem dan wel. En ik hoop dat jullie leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog en abonneer hier beneden onder mijn kanaal. En doe die notificaties aan. Dus geen één video van me mist. En ja. Nou, ik heb niks anders te vertellen nu. Oh ja, nee. Nee, ik denk dat ik iets verder heb. Maar ja, ik ga wel proberen iets meer te vloggen. Maar natuurlijk doe ik nu niet veel. Mijn broertje is echt ziek. Hij is heel snot verkouden. Dus ik moet soms mijn moeder helpen verzorgen en zo. Dus daarom film ik niet meer zo vaak. En ja. Dat was het dan. Dus ja, doei!